Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Miel en vandaag ga ik jullie tonen hoe je een YouTube-banner maakt met Canva. Dus eerst zoek je gewoon Canva op. En nu ben je hier. Normaal. Je kan ook inloggen. Bij jullie gaat, waar bij mij staat een ontwerp maken, gaat bij jullie waarschijnlijk staan inloggen. Melken. Dan kan je gewoon you opzoeken. Oh. En bij mij staat er dan al YouTube afbeelding. Maar jullie moeten echt you intypen. En dan kan je kiezen en dan gaat er banner afbeelding staan. Dus je kan nu kiezen wat je als een achtergrond wilt. Maar ik ga een lege doen. Want degene die ik gebruikte voor mijn bannerafbeelding, die staat er niet bij. Kijk. Shambolen, dan kan je gewoon kiezen wat je wilt. Ik ga nu gewoon iets random pakken. Trouwens, ik heb dit ook gebruikt om mijn YouTube banner te maken, dus ja. We gaan gewoon... keer recent. Wacht hè? Nee. Recent. Ach ja. Dus ik ga gewoon deze kiezen. En bam. Jullie hoeven niet dezelfde te kiezen, hè? Maar. Kijk, zo doe ik het. En als je nu de wereld of dit hier allemaal weg wilt, dan moet je gewoon... Eerst gaan we beginnen met de tekst weg te doen. Als je de tekst weg wilt, moet je er gewoon op klikken en wegslepen. En hier ook met deze tekst hetzelfde. Als je een tekst wil hebben, dan klik je zoals altijd gewoon op tekst. Dan kan je kiezen welke soort tekst je wil hebben. Ik kies altijd glow, omdat het een beetje uitpopt. En dan als je iets wil schrijven, moet je er gewoon op klikken, wegdoen en schrijven. Trouwens, dit is allemaal op computer, dus ik weet niet zeker of dat ook op de tablet en telefoon gaat werken. Dus sorry voor de mensen die dat niet hebben. Maar dus, ik ga nu gewoon nieuw TV. En dan kan je kiezen, dan moet je gewoon even wegklikken en zo. Kan je kiezen waar je het wil laten staan. Kan je het kleiner maken of groter maken. Kan je het ook langer maken of korter. En nu gaan we het gewoon zo doen. En als je bijvoorbeeld dit beeld weg wil hebben, kan je ook gewoon zo doen. Deze tekst even weg. En dus, je kan ook elementen doen. Dat is dus, dan kan je iets doen. Bijvoorbeeld een vierkant. Dan kan je doen met dat vierkant wat je wilt. Je kan er een rechthoek van maken. Dus zo gewoon. Oh. Nee. Nee. Tekst weg. En hier bijvoorbeeld gewoon zo, je kan het langer maken. En zo, als je de kleur wilt kiezen, dan moet je gewoon op de kleur klikken. En dan gewoon kiezen wat je wilt, roze, rood, enzovoort. Oh, ik heb gewoon ook op iets geklikt. En dus, als je een emoji wilt bijvoegen, gewoon emoji, en dan kiezen welke je wilt. Ik ga natuurlijk de welbekende taco nemen. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik heb dit ook gebruikt voor mijn banner te maken. En we hebben nu gewoon iets heel random. Je kan nog veel meer dingen doen. Ik ga nu bijvoorbeeld klikken op meer. En dan al dit en al. Maar dat is niet zo belangrijk.
foto's, kijk, als je daarop klikt, komt gewoon zo dit in beeld. Je kan ook hierop klikken. En dat zijn uw, ja, dat zijn de pagina's. En ja, dit is nu één pagina. Maar dat was niet wat ik wilde. Of wat ik ging bedoelen. Je moet dus niet op het terugpijltje klikken dan. En je moet daar ook sowieso niet op klikken. Dus ik ga gewoon iets randoms weer maken. En ik zie jullie terug en ik ga jullie zeggen hoe je ze moet uploaden. Ik heb eigenlijk nu niet veel gedaan. Ik heb gewoon ja, iets gekozen wat er al stond. Dus als je het wil doen, moet je eerst op downloaden, denk ik. Ah nee. Nee, verkeerde knop, sorry. Bestand was het. En dan zie je hier een naam. Kan je het even een naam geven? Mail test. Ik ga het nu gewoon een mail test maken. En dan moet je op opslaan klikken. Bestand opslaan in een map. Wat je nu gaat doen, ik ga het gewoon bij nieuwe map maken. Ga ik gewoon allemaal random letters intypen. En een nieuwe map toevoegen. Oh, ja, je kan maar twee mappen doen. Dus ons ga ik gewoon doen en opslaan. Oké. Dus, wat je gaat doen is nu naar YouTube Studio gaan. Niet YouTube, YouTube Studio. En dan zien we hier mijn mooie nonsens video. Ga die zeker even kijken. Trouwens, waarschijnlijk gaan de reacties uitstaan. Maar je kan me wel vinden op Instagram of zo. Of op Discord. Gewoon mijn Discord even joinen. En zeggen hoe ik mijn reacties een keer aanzet. Maar oké. Okay. Dus, dan ga je naar. Wacht even. Waar staat er? Aanpassingen. Je moet naar aanpassingen gaan. En dan naar branding. Ik weet niet hoe ik dat uitspreek. En dan kan je hier bijvoorbeeld je profielfoto kiezen. Mijn welbekende taco-skin. En dan hier gaan jullie normaal gewoon dit allemaal zien, maar met iets rood. Dan klik je gewoon op wijzigen. En dan even zoeken. Ik denk deze PC. Afbeeldingen. En nu weet ik eigenlijk niet. Bij jullie gaat er ergens staan. Ik weet niet waar dat bij mij staat. Maar oké. Okay. Dan gaat dat waarschijnlijk bij jullie ergens staan. En zie je dit. Oftewel, heb ik nu iets verkeerd gedaan? Bestand. Opslaan. Land. Nee, dit heb ik nooit gedaan. Dus wijzigen. En dan, ja, jullie gaan dan even moeten zoeken waar dat staat, want nu heb ik ook echt geen idee waar dat staat. En dus dan klik je op openen en dan zie je uw banner daar staan. Dus hopelijk heb ik jullie geholpen met deze video. Abonneer zeker op mijn kanaal en dan zie ik jullie later. Bye!